Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben op vakantie, ik zit in de auto nu richting, tenminste we zijn al op het park aangekomen. Ik ben echt super benieuwd hoe het gaat zijn, ik ga jullie meenemen zometeen. Oh, we zijn er! Oh my god! Oh, dit ziet er echt zo leuk uit. Bij mij. Oh. Maar ik weet niet of ik die of die neem. Die nemen we wel en die nemen we wel. Nee, die is wel. Dat kinder heb ik ook niet. Zo leuk! Oh, kijk die boom hier. Kijk, rondom het huis. Laat kippen. Ik wil een barbecue. Mama, ik wil lachen. Kijk, hier kun je toch 's morgens koffie drinken. Oh, dit is toch heerlijk. Hé, hey, ik zit hier gewoon met mijn jas en mijn dekentje buiten hoor. Kijk die tent dan hier. Kijk die tuin. Hele tuin. Ja, nou. Ja, ze laten staan. We kennen hoor. Oh, dit is heerlijk. Ja. Dit is vet. Ja. Goed jongens. Oh, mijn spullen staan boven. We hebben hier, ik ga even het bovenetage laten zien. De benedenetage zullen jullie echt wel zien. En anders morgenochtend. Ik moet natuurlijk ook rekening houden met de rest die hier is. Maar ik ben 5 dagen op vakantie voor mijn oma de verjaardag. Er zit een Roompot Aquadelta in Zeeland, Bruinisse. Dit is het kamertje van Kevin en Jesse. Super cute, 2 bedjes hier. Echt super schattig. Ook lekker ruim licht hier. Dan is er... Naast de trap, want hier kom je naar boven. Heb je hier nog een kamer. Dit is, ik wilde deze kamer, maar uiteindelijk heb ik mijn oom en tante deze kamer maar toch maar laten doen. Want de andere kamer waar ik slaap heeft een schuin dak. En dat is niet chill voor mijn tante en voor mijn oom om daar te lopen en te doen. Dus dit is hun kamer. En dit hier, daar slaap ik even in Jesse en hier slaap ik. Super cute. Kastjes, 2 persoonsbedje. Stoeltjes. En het leuke hiervan is, en dat bedacht ik me in 1 keer, ik kan jullie 's morgens gewoon hier zetten en gewoon lekker kletsen. En zo ook TikToks opnemen. Het is hier perfect licht. We zijn beneden druk bezig met het uitpakken van alle spullen. Maar ik kan hier dus ook gewoon echt top dingen opnemen en doen. Dus vandaar dat ik deze kamer heb genomen. Maar dit is het schuine dak hier. En daar loop ik op zich met gemak langs. Dit is echt zo leuk. Heel blij mee. Ik ga beneden nog even helpen. Ik heb het super warm. Ik ga even een deo'tje opdoen en mijn vest uit. Dit is echt super warm. Kevin en Jesse slapen dus hier achter mij. Die kamer hiernaast. En ik slaap hier. Ik ga zo meteen mijn spullen een beetje uit de koffer halen. Ik ga zo meteen eerst beginnen aan het avondeten. Want ik zal koken vanavond. We eten zalmschotel. En ja, ik ga jullie deze komende 5 dagen gewoon meenemen. Het wordt 1 grote vlog. Ik dacht eerst, ik ga het in 2 delen doen. Toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon voor mijn gemak ook. Ga ik het in 1 grote, hele grote vlog stoppen.
Ik weet niet wat ik de rest van de dagen ga filmen. Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag, omdat mijn oom en tante en mijn neefjes niet op de vlog willen. En ook, ik mag ze ook niet filmen, dat is ook helemaal niet erg. Maar het is voor mij wel een ding waar ik rekening mee moet houden. En aangezien ze hier ook rondlopen, moet ik daar wel rekening mee houden. Maar goed, ze weten dat ik vlog. Dus ze kunnen er zelf ook rekening mee houden. Maar in ieder geval zijn we eindelijk aangekomen. We zijn iets later vertrokken. Vertrokken dan eigenlijk dat we wel wilden. Ik kijk trouwens hier op de tuin. En aan de andere kant op de dijk. Het kacheltje staat al aan. Dat is ook super fijn. Maar ik ben helemaal blij. Ik ga beneden helpen. Heel even naar huis bellen. Dat we er zijn. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Goed, dit is een beetje gek licht. Ik sta hier nu in de woonkamer. Ik ben eten aan het maken. Ik ben nu worst aan het koken, courgette aan het snijden. En dan zometeen de aardappelpuree opwarmen. En de zalm snijden. Maar dit zijn dus een beetje de vlog content dingetjes die jullie de komende 5 dagen gaan zien. Uiteraard wel wat meer. Maar ik ben lekker bezig. Ik ben lekker aan het koken, nu mijn ding doen. Straks mijn kamertje een beetje inrichten. Spulletje uitpakken. Dus dat gaat eigenlijk wel hartstikke goed. We hebben hier, dit is echt de woonkamer, super groot. Hier de binnendeur waar binnenkomt. Hier echt een zithoekje. Buiten natuurlijk een hele plek. Maar jullie gaan het deze dagen wel zien. We hebben een heerlijke avond gegeven. Ik heb even met mijn tante een wandeling gemaakt over het park om te kijken wat het een beetje is en hoe het allemaal een beetje gaat. Ik sta nu in de badkamer door de slaapkamer van mijn opa en oma. En ik ben het bad aan het laten voorlopen, zoals je misschien wel hoort. Ik ga namelijk even lekker op bad. Ik heb badbombs en dingen meegenomen. Ik heb een speakertje bij, een telefoon is erbij. Dus lekker wat muziek op de achtergrond, misschien een podcast of zo. Even lekker in bad. De levensvrouw is 9:45. Dus ik zal ook niet heel erg lang gaan duren voordat ik naar bed ga. Want ik slaap natuurlijk best wel vroeg. Tenminste, dat wil ik proberen. En ik ben er ook niet vroeg uit. Dus vandaar, het komt helemaal goed. En dan ga ik even lekker in bad. En even nog erbij komen en mijn dingen doen. En ja. Ik ben heerlijk klaar met in bad gaan. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald, mijn skincare gedaan, lekker omgekleed. Ik heb voor in de huiskamer lekker even dit lange jurkje aan. Jumperjurk dingetje. Gewoon voor 's avonds lekker chill. En ik ga even wat drinken en dan ga ik slapen, jongens. Dan zit de eerste halve dag er al op. Dan gaan we de eerste nacht in. Ik ben heel erg benieuwd. Goedemorgen jongens en meisjes, het is 6:30. Die klok hier loopt een uur achter, omdat de klok natuurlijk vooruit is gaan. Het is 6:30, ik heb me net gewassen en aangekleed. Super chill, maar ik heb wel lekker een kopje koffie. Iedereen slaapt nog, althans dat denk ik. Dus ik kan jullie nu ook even de woonkamer laten zien. Het is wel echt tof. Ik moet een beetje zachtjes doen, want iedereen slaapt nog. Maar deze deur waar je binnenkomt. Hier een eettafel, hebben we al gedekt. Keukentje. Dan hebben we hier een zithokje. Superleuk, bij de open haard. Die ik heel graag even aan wil zetten zometeen, want het is best koud hier. TV-hoekje bij de bank. Super zachte, lekkere bank. Dat is echt heel chill. Is de deur naar buiten, dus ook allemaal ramen. En hier is het koffiehoekje waar ik ook nu even lekker ga zitten en een kopje koffie ga drinken. Ik heb oortjes in, ik ben een podcast aan het luisteren en ik ga even lekker chillen.
En genieten van een podcast. Lekker mijn gemak houden. En wachten tot de rest komt. Want ze slapen nog allemaal. Kijk, ik kan nu lekker nog zo zitten. Dus ik vermaak wel misschien even een YouTube video kijken of zo. Ik wist dat ik ook hier heel vroeg wakker ging worden. Dat klopte. Maar goed, maar niet uit. Ik ga in ieder geval even wachten tot de rest komt, ontbijten. We gaan vandaag boodschappen doen. Dus dat is leuk. Verder weet ik eigenlijk niet echt wat we gaan doen. Ik moet mijn make-up en zo nog doen, maar dat doe ik straks allemaal. Ik heb in ieder geval lekker gewassen nu. En ja, helemaal top, helemaal leuk. Helemaal blij mee. En mijn haar zit een soort van. Zit niet echt hoe het moet zitten, maar de komst straks gaan we wel. Ik ben in ieder geval lekker gekleed. Er is een t-shirtje aan. Met een ruffelmouwtje, een kort mouwtje. En een zwarte broek. Met die tekst erop. En deze trui, die heb ik gisteravond ook aan natuurlijk. Maar die is gewoon deze is gewoon lekker voor in huis. Dus chill. Het is al licht buiten. Het is al licht buiten. Het ziet er wel nog grillig uit. Dat is jammer. En het waait heel hard. Cozy. Oké, wacht ik wel even aan. Dat is boven. Slaat die lamp nog steeds niet. En ligt hier zo. Nou, dit heb ik dus aan vandaag. Ik heb dit shirtje aan van de, volgens mij New Yorker, vestje ook, broek van een boutiqueje en mijn Nike Airs. Goed, inmiddels lopen we lekker buiten tussen alle andere duizend huisjes. Het ziet er allemaal zo gezellig uit. Hè? Moet wachten! Ja, ik wacht ook. Ik loop rustig door. Dus maar het is echt heerlijk weer. Het is warmer dan ik eigenlijk had verwacht. In eerste instantie toen ik vanmorgen naar buiten keek. Ik was vroeg wakker. Maar ik ben het langst wakker van allemaal. Waarschijnlijk het minst lang wakker vanavond. Nou, op Jesse na. Maar die was ook al vroeg wakker. Maar goed, het is echt heerlijk. Elk huisje is net even anders. Het ziet er. Ga niet naar links. Nee, we moeten rechtdoor. Rechtdoor moeten we. Het is echt heerlijk jongens, ik vermaak me hier echt perfect. Ik heb alleen een trui te weinig bij, dus het wordt 2 dagen in dezelfde trui lopen denk ik. Dat is iets warmer dan wat ik nu aan heb, maar het is echt heerlijk hier. We gaan even naar het supermarktje en verder even lekker aan de wandel. Ik heb er ook niks aan doen. We hebben heerlijk gewandeld, inmiddels ben ik soep aan het opwarmen. En mijn oma met tante bij de tafel gedekt, dus dat is top. Het is zo gezellig. Ja hoor, gaat prima. Ik heb helemaal niemand die uit de soep moet. Nee. Nee, ik heb 4 tomaat sowieso. Ik hoef ook geen erwten. Dat zou opa de enige zijn. Ja, ik wil ook toch ertessoep. Moet je erwten dan per se? Ja, ertessoep hebben, man. Hey, ik ga weer nog maar op die blikken doen. Ja. Ja, maar dat, daar haal je niet zoveel uit. Nee, maar kijk, eerst dit, dan kunnen we altijd die ertessoep nog even opzetten. Zo warm. Goed, ik ben heel veel naar het winkeltje geweest om wat spelletjes te halen, ook buitenspellen. Dat ga ik ook nog halen. Maar we gaan naar de mossel die we tegenkwamen toen we hierheen reden. Dan gaan we heen wandelen. Dus ik ben benieuwd. Ja.
nummer erop. Kom er eens af, voorstaan. Die is echt mega groot. Wat leuk. En we zaten trouwens bij de haven. We zijn even lekker stuk gaan lopen. Mijn oma ligt te slapen. Die is echt heel erg moe. Die slaapt 's nachts bijna niet. Dus die is echt back af. Die liggen nu af te slapen. Mijn opa en Kevin zijn vissen. Dus ja, dit is echt helemaal leuk. Dit is helemaal leuk. In de mossel. En een mooie mossel. Een mooie mossel. Een mooie mossel. Het uitzicht is ook echt vet mooi hier. Kijk dan, jongens. Goed, ik heb heerlijk gedoucht. Ik ben omgekleed. Ik heb mijn pyjama aan en even die trui erover aan. Want ik heb het een beetje koud. Het is heel koud. Ik heb het toiletje nog openstaan. Even naar buiten kijken. Maar iedereen zit lekker beneden te spelletjes spelen volgens mij. Met een kop koffie. Ik ga ook lekker naar buiten. Ik ben lekker even in bad geweest nog. Ik heb lekker avond gegeten. Hun hebben allemaal patat gegeten. Maar ik heb zalmsalade nog gegeten van gisteren. Wat ik niet echt tegen frituur kan. Dus heb ik het ook niet gedaan. Ik heb vannacht best wel last van mijn buik gehad. Maar echt heel erg. Dus ik heb vanochtend ingenomen. Ik ga straks nog wat innemen. Maar ik ga nu in ieder geval naar beneden lekker spelletjes spelen. En vanavond lekker slapen. Goedemorgen jongens, met ons huisje daar op de achtergrond loop ik naar de buurt super terrein. Ik ga broodjes halen. Het is eerste paasdag. Ik heb trouwens blaren op mijn voeten. Oh, daar word je eng van. Dat is echt zeer. Maar het is vandaag eerste paasdag. En eigenlijk vind ik wel helemaal klaar ben. Alleen mijn haar piekt een beetje. Die moet ik zo feunen. Dus ik heb mijn capuchon op. Ga ik nu onderweg naar de supermarkt om wat broodjes te halen. Met croissantjes en zo om lekker te ontbijten. De tafel is gisteren al gedekt. Dus dat is top. Maar we gaan even lekker wat broodjes halen. Het is niet vroeg. Het is 8 uur precies. Het is heerlijk. Ik heb heerlijke croissantjes. Ik heb 10 croissantjes gehaald en 5 chocoladebroodjes. Die paasdingetjes zag ik niet liggen. Dus dat is wel jammer eigenlijk. Oh, allemaal kippies en zo. Leuk. En ik heb voor mezelf een hard broodje meegenomen, want die was nog lekker warm. Dus daar ben ik er heel blij mee. Die paasdingetjes. Wel, ze hadden een soort stolletjes aan paashaasjes. Maar dat lag er dus helemaal niet. Het was helemaal leeg. Die hadden we beter gisteren gewoon gelijk mee moeten nemen. Maar goed, konden we ook niet weten. In ieder geval hebben we lekkere broodjes om lekker te eten met Pasen. Dit zijn trouwens echt hele grote huizen, jongens. Echt mega. Er zit ook een hele veranda achter. En een balkon hier aan deze kant. Ziet echt mooi uit. Het geeft een hele erge beach vibe. Maar als je door de hoofdmiddenstraat rijdt hier op het park, heb je echt een beetje een American Western vibe. Dat is ook tof. Dat is ook echt heel leuk. Maar goed, lekker naar huis. En tenminste, niet naar huis, maar het huisje. En lekker aan het paasontbijt. Tot nu toe, ik vind dat het vlog lekker gaat. Het is alleen heel erg dat ik denk, kan ik nu wel filmen, kan ik nu niet filmen. Ik ga commentaar krijgen, maar dat moet ik eigenlijk gewoon lekker loslaten. Dit is trouwens de route die ik elke keer loop als ik naar het winkeltje ga. Überhaupt naar het binnenplaatsje. Super heerlijk stukje om te wandelen. Maar ik denk, natuurlijk dinsdag ik met Ash, dus ik denk dat we daar ook nog wel lekker een broodje gaan halen. En dat soort dingetjes. Dus dat is top. Lekker aan te wandelen.
goed, we hebben lekker ontbeten. Maar jasje aan, want we gaan paaseieren zoeken. Ik ga dat even niet filmen. Ik ga gewoon lekker even met de fam paaseieren zoeken. Let's go! Ja, en zo. Eieren zoeken! Ja. Dat zijn er twee. Drie. Heb je het ook nog op de grond geshopt of niet? Kim, wacht even, pak even binnen staat die. Maar haal ik alles mee. Niet bovenin, toch? Nee. Kim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb er 7. Oh, yes! Jullie zijn bij. Jullie hebben een beetje echt veel. Een beetje echt veel. Een beetje echt veel. Hier hadden we wel weg met Frans. Denkt. Misschien niks. Hebben jullie niet hoog op die gas gezien? Nee, 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 nee. Ik wou zeggen, ik ga niet klimmen. Ik kon het niet in. Zo weet ik niet meer waar ze liggen hoor. Ja, ik ben er nog maar. Hoe voelen jullie nog maar? We hebben er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kim, hoe voelen jij er nog? Ik heb er nu 8. Ik weet niet hoeveel we nog moeten. Moeten we er nog vijf? Moeten we er nog vijf? Ik heb het langs. Ja, die had ik verstopt. Ik denk, die is moeilijk. Onder de auto geplakt, toch? Nee. Er zit niks onder in ieder geval. Ik heb het gevoel alsof ik er nog 10 keer langs weglopen. Is hier ook ingegraven, zeker? Ik hier. Om die schat hier. Ziek veel. Al die eieren, gewoon een rijtje. Nog 3 dus. Ja. Nog 3 hè? Maar waar zijn we dan niet geweest? Ja, inderdaad. Ik heb het erop gewacht. Mama, kom even. Oh. Ja, stond hij net voor. Ik denk, ik zeg niks. Ja. Ik denk, ik ga niks zeggen. Dat probeer ik helemaal niet. Waar zijn jullie allemaal geweest? Ja. Rondje?
niet aan deze kant, toch? Nee. Hebben ze niet allemaal dan? Nog twee. Nog twee? Ik heb er al één gezien. We hebben een record verbroken. Balletje. Twee zijn we dan ook kwijt. Nee toch? Ik heb er al eentje gezien. Jullie staan er echt heel dichtbij. Twee. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb er al eentje gezien. Jullie staan er super dichtbij. Wat? In de boom zeker. Ja. Nee, er ligt niks in de boom. Nee. Deze boom dan. Zit hij al in mijn mandje? Ja, inderdaad. Dus. Zijn wij super spinbij? Ik ga hier langs. Ja! Dat is hem! Maar dan missen we er één. Ja, één. Oh, nee. Ja, nog eentje dan. Ja, nog één. We gaan even kijken. Even kijken of we nog eieren vinden. Nou, die hebben ze gehad. Ik denk dat ze het nog leuk vinden. Aan de onderdoor. Mag ik wel. Eigenlijk niet, maar jij wel vandaag. Ja, gaat dit passen? Gaat dit passen? Ja! Het past gewoon! Ik kan erop niet, ik kan erop niet. Het past! Oh, dit is wel! Oké, gaat het stuk passen? Dan gaat het stuk passen. Nee, valt mee. Zo, ga ik hard. 1, 2. Ik wil gewoon laten zien dat ik goed ben. Nee, dat weten we. We kunnen daarheen. Daar kunnen we niet heen. Dan zitten we op zit op de golfbaan. Goed. En ik ben weer terug, jongens. En ik moet zeggen, deze SD-kaart houdt het echt goed uit. Dit is dag 3 en ik ben nog steeds aan het vloggen op deze camera. Dus dat is echt top. Maar, oh, ik kan me eens even aanhouden. Ik zweef me helemaal dood van het fietsen. Maar, het is trouwens echt vet leuk op zo'n fiets. Maar, ik ga buiten, want Jesse, Kevin, mijn oom, mijn tante en mijn opa en oma. Mijn opa en oma lopen erheen en de rest gaat op die grote fiets terug. Gaan ze hem brengen. Maar, ik zeg, ik blijf wel even hier. Ik ben echt kapot. Dus ik ga heel even een kopje koffie, want er zit nog koffie in de kan. Ga ik even opwarmen. Misschien niet het lekkerste wat er is, maar ik heb er even trek in een slok koffie. Maar, we gaan dus, tenminste ik ga nu dus buiten. Een soort, ja, hoe wil je het noemen? Oh, wat een vieze dikke koffie. Wat? Zwart. Heel donker. Maar ga ik dus een soort buitenspelparcours opzetten.
We hebben zaklopen met eieren heen en weer. Ik heb nog die klitterbandbalspel ding. Dus we kunnen van alles doen. We gaan even een spelletje spelen. Mijn tante die gaat zo meteen geestje naar doen. Ik ga pannenkoeken bakken. En ik ga denk ik even lekker op mijn gemak komen, want ik ben echt moe. Dat trappen is echt zwaarder dan dat je denkt. Het is echt insane zwaar. Maar goed, ik ben nu even lekker alleen in huis. Ik kan jullie wel gelijk even een huistour geven. En gelijk even een switch van de kaartjes. Want dan weet ik zeker dat het morgen nog goed gaat. En of zal ik gewoon even doorfilmen? Ik film gewoon door. Kijk hoe het verloopt. Ik zal vandaag toch niet meer zo heel veel filmen. Maar het is echt top. Ik ga jullie even een huistour geven. Want aangezien niemand hier nu is en ik niemand in beeld kan brengen, is het nu ook gewoon een mogelijkheid. Goed, ik ga het wel gewoon een beetje vlot doen. Hier kom je het huisje binnen. Je hebt hier gelijk de trap en je hebt hier het toilet. Heb je, als je hier de hoek om komt, heb je daar een kapstok, de deur naar binnen. En hier is de slaapkamer. Hier is een meterkast trouwens. Dit is de slaapkamer van mijn opa en oma. Die slapen hier. Hele mooie ruime kamer. Badkamer natuurlijk nu wel even in gebruik. Maar goed, dat is logisch. Dan heb je hier de woonkamer. Superruime woonkamer, keukentje, koffiedingetje, eetkamertafel, bank en tv. En dan hier natuurlijk de kachel met alle visspullen, want ze gaan vanavond ook nog vissen. Dan ga ik jullie boven even laten zien. Dan neem ik jullie lekker gelijk mee naar buiten. Ik zal die even dicht doen. Tot nu toe, jongens, vind ik het echt een top huisje. Het is super gezellig. Ik ben heel erg benieuwd straks in de Eemhof. Ik zet hier even naar boven, want ik ga dinsdag natuurlijk naar de Eemhof toe. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat loopt. Maar goed, je komt hierboven. Dat hebben jullie natuurlijk al globaal gezien. Dit is mijn kamer trouwens. Nee, je komt hierboven. Dan is hier de kamer van mijn oom en tante. Dat heb ik allemaal laten zien. Hier de badkamer. Best een geruime badkamer eigenlijk wel. En hier een mooie lange spiegel. Mijn kamer. Jesse slaapt trouwens vanavond hier. Dus dat is wel super gezellig. En hier de kamer van Kevin en Jesse. En hier het toilet. Maar ik hoor ze volgens mij nog steeds. Oh nee, niet meer. Ze zijn dan wel weg. Maar goed. Dus ik ga de dingen van Jesse zo meteen bij mij leggen. Want die slaapt op mijn kamer vanavond. Ja, dat is natuurlijk super gezellig. Ik kan trouwens hier aan de trapgat ook een leuke foto maken. Nee, ik ga wel. Ik wil zo meteen ook nog even überhaupt lopen om foto's te maken, want dat heb ik niet gedaan. Dat wil ik wel even doen. Maar ik ga naar buiten. Ik ga een slok koffie nemen. Dan ga ik naar buiten. En dan ga ik er alles neerzetten. En dan kunnen ze straks leuke spelletjes spelen. Of nee, kunnen we straks een spelletje spelen. En gaan we straks pannenkoeken bakken. We eten pannenkoeken vanavond. Dus dat is verder op zich niks nieuws of raars of zo. En dan vanavond gaan we nog even spelletjes spelen. En ja. Daarna zien we het wel, jongens, eigenlijk. Verder niet zo heel veel op de planning. Maar ik moet zeggen, het is wel een leuk huisje. Ik twijfel trouwens nog steeds of ik deze vlog in één keer wil gaan bewerken. Ik denk het wel, sowieso is dat het makkelijkste. Maar ja. Ik moet zeggen, ik vind het helemaal leuk. Heel veel de bakje koffie op. En dan ga ik naar buiten en ga ik alles neerzetten en neerleggen en zo. En dat is wel leuk. En dan kunnen we lekker een spelletje spelen. Morgen gaat het heel hard waaien. Morgen is trouwens mijn oma jarig. Het staat boven in mijn kamer een tas met allemaal versiering en een cadeautje voor mijn oma. En echt heel erg leuk. Dus dat komt helemaal goed. Ze weet trouwens van niks dat we dat allemaal van plan zijn. Ze doet überhaupt niks meer krijgen, omdat we haar natuurlijk hier naartoe hebben meegenomen. Maar ze krijgt wel degelijk wat. Kijk, dat vind ik het leuke aan deze living, jongens. Je hebt hier vet veel ruimte en vet veel licht van alle kanten. En dat is super chill. Ja, dat ik nog wel heel even een foto ga maken. Aangezien ik toch even alleen ben. Goed,
spelletjes staan. Ik heb daar wat op de tafel gezet. Daar in de hoek ligt nog wat. Dus nu wacht dat de kids tot ze terug zijn. Ze zijn wel lang weg trouwens. Maar goed, meent. Ik ga nog even wat drinken. En de kachel gaat hier eindelijk een beetje aan. Ik had het net heel koud. Maar goed, meent. We gaan zo meteen toch buiten spelletjes spelen. En we gaan zo nog even wandelen. Dus, joh. Dit komt helemaal top. Ik zit nu lekker hier. In de, ik noem het maar serre. Het is natuurlijk gewoon woonkamer. Het is gewoon eigenlijk een uitbouwtje. En het is super, super licht. Dat is helemaal leuk. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Ik hoor die essen. Hey. Even lekker boodschappies gehaald, ontbijtje met opa. Ik weet niet wat ze wakker zijn. Even zakken. Ja. Hoe lang moet ik nog staan? Uurtje? Heb je dikke hondenkind? Maakt niet uit. Ja. Ja. Ja, want dat zit er met dat licht er, man. Ja. In je ogen. Je wordt ouder, Roma, dat mag. Ja. Loop maar. Zal ik het ook morgen wel uit? Ja, gaan zingen. Ja. Zullen we zingen, Jesse? Ja. Ja? De meeste zijn jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Het vinden het alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij. Zij leven lang, zo lang, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lekker geluncht en naar de Alex-winkel. Doei! Oh jongens, we zijn bij het Oudste Holland Snoepmuseum geweest, maar we gaan nu midget golfen. Maar het gaat sneeuwen. Het sneeuwt super hard. Het sneeuwt echt super hard. Midget golf in de sneeuw, Jesse. Oh, oh, oh. Je had dat ooit gedacht. Boompje open. Nee, nee, nee. Anders gaat hij dicht. Boven man met het dak. Hij gaat dicht. Daar gaat hij weer. Ze mogen er niet door. Maar hij is al lekker. Hebben we lekker gemidget golf in de sneeuw. Ik zie ze weer. Waar? Ik zie het daar. Ja, daar kwamen we vandaan daarnet, hè. Lopen. Maar we gaan nou lekker naar huis. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we alles klaarzetten voor de gourmet. Maar lekker goed met hem vanavond, laatste avondje. Oh, goed met. Wel zo. Hoekje. Goed, ik heb vanmiddag even heerlijk op de bank geslapen. Met de eerste bovenop, dus jammer, volgens mij zijn er geen foto's gemaakt, maar het was echt leuk. Ja, ze lag bovenop me. Ik lag tegen mijn opa aan te slapen. Ik ben echt naar het golven. Het was super leuk, maar het was super koud en het ging echt hard sneeuwen in april, maar echt
Wat een drama was dat. Het was leuk, maar het was echt super koud. Dus op een gegeven moment ga je opwarmen en dan denk je toch van, oh lekker. En dan val je in slaap. Tenminste, ik wel. Dus, maar goed, ik werd net wakker en de tafel was gedekt. Dus dat betekent dat we gaan eten. We gaan gourmetten vandaag voor mijn oma's verjaardag. En daarna gaan we hier een beetje de spullen pakken. Althans, mijn spullen zijn hier echt grotendeels al ingepakt. Ik ga vanavond nog even lekker onder de douche. Of tenminste in bad. Niet onder de douche. In bad. Alle badspullen gebruiken die ik nog heb liggen. Wat open is en aangebroken. En dan alles klaarzetten. Morgenochtend wassen en aankleden. Ontbijten. En de deur hieruit. En dan op naar mijn volgende vakantieadres. Ik ben heel erg benieuwd. Natuurlijk vannacht toch eerst nog een nachtje slapen. En al die dingen meer. Dus dat komt helemaal goed. We gaan nu even lekker goed bed. Ik laat de camera ook lekker hier. Ja, we gaan even lekker eten. Moet ook gebeuren. Gourmetten. Lekker. Zeker zo na zo'n koude middag. Is een gourmetje wel heel erg lekker. Maar ik doe even dat vest uit. Want ik denk dat ik me zo meteen wel ga echt kapot zweten. Bij de gourmet. Dus dat is een slecht idee. Ik heb de trui aan en hieronder nog een lange mouw en een topje. Dus, pardon, ik ga het niet koud krijgen bij de gourmet. Maar goed, vandaag het laatste nachtje hier. Wel leuk. Dus het is echt een tophoekje. Het licht hier is echt perfect. Maar we gaan lekker gourmetten. Goed, ik heb echt heerlijk gegeten. Maar ik ga nog even voor de laatste keer hier in bad. Jesse die gaat alle druisballen erin doen en ik ga lekker even genieten nog. De laatste keer in bad hier. Goed jongens en meisjes, de laatste. Vlog hier, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben wakker geworden. Ik heb langer geslapen. Jesse moest me wakker maken. Ik heb langer geslapen. Ik heb vandaag voor de switch van park naar park deze oranje trui aan. Zwarte broek. En een topje eronder, maar alle spullen staan hier weer klaar. We gaan namelijk naar huis zo meteen. Ik heb alles klaar staan, ik ga alles naar beneden brengen. Ik ga het nog ontbijten, want dat moet ik nog doen. En dan gaan we om 10 uur het huisje uit. En ga ik om een uurtje of 1 rijden naar de Eemhof jongens, want we gaan vandaag een switch maken van vakantie naar vakantie. Maar ik ga je gelijk wel de vlog eindigen, want het heeft niet zoveel nut om nog verder te vloggen. Dus wil je weten hoe de andere vakantie er aan toe gaat, check de vlog op maandag. En ja, het heeft trouwens vannacht gehageld jongens. Het is echt niet normaal. Het heeft een paar keer gesneeuwd natuurlijk gisteren. En nu is het gewoon wit van de hagel. Het is echt heel erg. Maar goed, spulletjes pakken, ontbijten en... naar huis en dan spullen switchen. Kasten of kasten. Tassen switchen. En dan op de volgende vakantieadres. Bedankt voor het kijken jongens. Doeg!